Onder grote belangstelling worden de prikken gezet in Leidse Rijn. Staatssecretaris Maarten van Ooyen verleent morele steun. Bij de meeste mensen gaat griep vanzelf over na een paar dagen koorts en keelpijn. Maar dat geldt niet voor iedereen. Griep kan heel serieus zijn. Het kan niet alleen leiden tot een relatief mild ziektebeeld, maar ook tot een ernstig ziektebeeld. En dan kan er zelfs ook sprake zijn van ziekenhuisopname. De vaccinatiecampagne staat onder leiding van het RIVM in Bilthoven. Zo'n 7 miljoen mensen hebben een uitnodiging gehad en het RIVM hoopt dat zoveel mogelijk mensen de prik nemen, zodat de verwachte griepgolf wordt gedempt. Een forse griepgolf zorgt echt voor overbelasting in de zorg. En de zorg die is op dit moment al overbelast, althans er zijn zorgen over natuurlijk. En als we een forse najaar krijgen met en corona en griep, dat zou voor de ziekenhuizen echt heel erg lastig zijn. En daarom denken we dat het nu extra een goed idee is om je te laten vaccineren tegen griep. Dorieke is 31 weken zwanger en laat zich daarom gelijk vaccineren. Met name dus omdat de baby beschermd is bij de geboorte, dus dat vind ik heel belangrijk. Dus mocht hij dan griep krijgen, dan is het in ieder geval beschermd. En Dorieke is niet de enige. De ene na de andere prik gaat in de bovenarm. Hier is niks te merken van vaccinatieskepsis zoals tijdens de coronapandemie. Ik zie eigenlijk bij griep gelukkig een iets andere trend. En ik hoop echt dat iedereen, ook nu het gevoel is van corona is misschien iets naar de achtergrond verdwenen, toch die griepprik blijft nemen.